Mevrouw Christine die zegt laatst, heb je al iets toepasselijks bedacht voor als we binnenkort 10 jaar getrouwd zijn? Ik zeg ja, ik dacht eigenlijk aan 2 minuten stilte. Toen heb ze als alternatief zo'n achterlijk huis hier in zo'n vakantiepark gehuurd, weet je wel. Daar wilden ze dan een poging gaan doen om ons seksleven weer eens wat op de rails te krijgen. Ze zegt, man, ik kan me niet eens meer herinneren wanneer wij voor het laatst seks hebben gehad. Ik zeg, nou, ik wel. Daarom hebben we het sinds die keer ook niet meer gedaan. Oh, zegt ze, nou, 10 jaar geleden piepte je wel anders, hoor. Hey, weet je nog wat er door je hoofd ging toen je me voor het eerst in Manaki zag? Ik zeg, ja, dat ik je tieten wilde leegzuigen en je hersens eruit neuken. Oh, zegt ze, en nou dan, 10 jaar later? Ik zeg, nou, dat ik mijn werk destijds vrij grondig heb gedaan. Nee, schijn uit, joh. Dat seksleven van mij, dat kun je nog het beste vergelijken met het rijden in mijn Ferrari. Ik heb geen Ferrari. Maar goed, zeg nou zelf, seks op mijn leeftijd, dat wordt zo langzamerhand ook een beetje een aanfluiting. Ik heb al een leesbril nodig om te kijken of er überhaupt iemand naast me ligt. Ik zou je dit zeggen, geluiden die ik vroeger maakte tijdens de seks, die maak ik nou als ik 's ochtends probeer mijn bed uit te komen. Ik vind het al een hele opgave om te bepalen of ik een orgasme of een hartaanval ga krijgen. Daarom geef ik tegenwoordig ook de voorkeur aan trio's. Weet je wel, voor het geval er ondertussen eentje de pijp uit gaat. Probleem aan trio's vind ik alleen weer dat je 2 vrouwen moet teleurstellen. Nou, zegt Christine, je weet het leuk te brengen, maar ik moet van mijn nieuwe therapeut minimaal 10 keer per maand seks hebben. Ik zeg, nou leuk voor je, noteer mij maar vast voor 2 keer dan. Ja, ze beweert dus dat ik alleen nog seks met haar wil als ik dronken ben. Maar dat is niet waar, want dan wil ik ook een broodje zwarma. Dankjewel.